In onze reeks over Capital at Rent praten we ditmaal met Francis Ampe. Hij is lid van de Raad van Toezicht bij de Willemengroep. Die nam een paar maanden geleden een wegenbouwbedrijf over met behulp van Capital at Rent. Meneer Ampe, bij wie bent u gaan aankloppen toen u geld nodig had voor die overname? Bij een overname kijkt men in eerste instantie wat men zelf kan financieren vanuit de overnemer. En daarnaast zijn we in eerste instantie bij de huisbankiers van de Willemengroep gaan aankloppen. Dit is een logische eerste stap. Dus dit waren de drie belangrijke banken in België. Uiteindelijk heeft u daar ook nog een mezzanine financiering aan toegevoegd. Hoe bent u daarbij gekomen? In een financiering is een puzzel van verschillende stukjes die moeten ineenpassen. En vooral in de termijnen van terugbetaling is het nuttig om ook wat verder te kunnen kijken dan de klassieke termijnen voor bankfinanciering. En zo zijn we bij mezzaninefinanciering, het product mezzaninefinanciering, terechtgekomen. We hebben daar een aantal contacten gehad in de markt. Daar zijn toch een belangrijk aantal spelers die dit brengen. En na een aantal gesprekken zijn we bij Capital at Rent terechtgekomen. En dat klikte meteen blijkbaar, hè? We hadden effectief een zeer snelle chemie tussen de twee bedrijven. Dit was een gesprek van ondernemer tot ondernemer. We vonden dat de mensen van Capital at Rent zich zeer goed konden inleven, ook in het bedrijf, in de overnemende bedrijven. En we hadden zeer snel een gevoel van dit kunnen we samen doen. Ja. Wat zijn eigenlijk de troeven van Capital at Rent? De troeven is dat ze effectief, zoals ik zei, vanuit hun inlevingsvermogen kunnen creatief meedenken hoe eigenlijk die overname kan gemonteerd worden en op welke termijnen welke terugbetalingen mogelijk zijn. En dit dan ook vanuit een principesakkoord in de tekst ingieten. Zijn er ook minpunten? Zoals hoge interestvoeten bijvoorbeeld? Effectief, dit product van mezzaninefinanciering heeft zijn kostprijs. Hè. Deze kostprijs is gelieerd aan het achtergesteld karakter van het product. Maar dit blijft voor de Willemengroep een aanvaardbare kost, omdat we met die kostprijs de zekerheid hebben van de termijn, de mogelijkheid tot uitkoop. En dit aangezien het aantrekken van een externe aandeelhouder niet aan de orde was bij de Willemengroep. Ja, hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld dat de financierder geen mede-aandeelhouder wordt? Oh, ik denk dat in een aantal omstandigheden een financierder zijn rol kan hebben als mede-aandeelhouder. Maar dit moet in een globaal kader van een bedrijf en van een groep bekeken worden. Als dit komt naar aanleiding van een specifieke overname, is dit toch wel een complex gebeuren om de twee zaken tegelijkertijd samen te voegen en te bekijken. Hoe kijkt u terug op de samenwerking met Capital at Rent? Want de overname is 6 maanden geleden afgerond. Er zijn natuurlijk een aantal praktische afspraken gemaakt in contracten en rond rapportering. Dus dat is het ene luik, die het normale luik is, maar daarna zijn er informele contacten die toelaten om de vinger aan de pols te hebben. En dit is op zijn minst even belangrijk. En daar voelen we ook een actieve betrokkenheid van deze mensen, zonder dat dit leidt tot een dagdagelijkse inmenging of een rol als bestuurder in dit bedrijf. Het is meer een betrokkenheid, startend vanuit het vertrouwen in de samenwerking. Meneer Ampe, erg bedankt voor uw getuigenis. Ja. Morgen hebben we Thomas Verstraeten te gast in onze studio. Hij is CEO van Televic, de allereerste klant van Capital at Rent. Heel graag tot morgen.